Ja? Als ik van jou win, wil ik dat jij in mijn huis een shake drinkt met alle ingrediënten die ik klaarmaak. Alles wat in de keuken is. En die moet jij opdrinken. Ja, is goed, jongen. Ja? Het is weer tijd voor een echte battle bij Koning FIFA. Ik heb er heel veel zin in dit keer, moet ik zeggen. Ik heb al een keertje tegen hem gespeeld en dat was de eerste aflevering bij Koning FIFA. Heel snel, heel vluchtig, op de dag voordat FIFA 16 uitkwam. We konden het toen allebei nog niet zo helemaal goed, maar nu, een paar maanden geoefend allebei. En nu gaan we eens even kijken wie echt de beste is. Ik hoop dat ik hem op ga rollen. Brahim Darri. Ja, daar is hij. Brahim. Goedemiddag, hoe is het? Kom. Goed jongen, hoe is het met jou? Goed man. Ja? Welkom, kom Dank binnen. Dankjewel. Laten we gaan. Dankjewel. Goedemiddag. Toch een thuisvoordeel, hè? Moet toch een thuisvoordeel hebben, hè? Thuisvoordeel. Oh, kijk eens. Jongens, we hebben een primeurtje vandaag, hoor. Dit wordt de eerste battle van Koning FIFA in een bioscoop, geloof ik. Ja? Man, wat een scherm, hè? Ja, het wordt toch tegen de favoriet, hè? Ja, ik ben de favoriet. Ja, een beetje wel. Maar ja, jij kan het ook wel, geloof ik. Jawel, jawel. Ik doe het ook aardig vaak. Gaat veel tijd in. Maar... Grootste hobby buiten het voetbal. Ja, zeker. Absoluut. Maar ik ben de underdog vandaag, hoor. Laat dat duidelijk wezen. Want wat speel je vooral? Ultimate Team, hè, is het? Ja, veel Ultimate Team. Ik heb ook een aardig teampje, denk ik. Ronaldo, Messi, Divisie 1. Dus ja, gaat goed. Divisie 1, jongens. Ik geloof dat ik een beetje moet vrezen. Ja. Ik hoop dat ik mijn pakje gegeven natuurlijk. Maar goed, Divisie 1. Zijn borst is al nat. Mijn borst is nat. Hey, wie is die zilveren speler dan? Wat zie je nou? Darri? Huh? Darri. Dan denk je, wat is dit, hè? Maar ik ga heel even de cijfers laten zien als je het niet erg vindt. Hey, maar sowieso, snelheid, dribbelen. Ja, dat is dat. Best fijn spelertje, denk ik. Aardig spelertje, hoor. Ik denk het wel. Ik zal eens laten zien hoe spelen, statistieken. Dan gaan we naar toch geen topscorer, of wel? Nou, gaan we even naar doelpunten. Momentje. Nou, dit scheelt niet veel. Loopt bijna 1 op 1, hè? Brahim Darri. Nog beter dan in het echt, jongens. Je hebt gelijk ook. 37 goals in 42 potjes, ja, dat is prima. Ja, maar hij past alleen niet in het team natuurlijk. Nee, precies. Af en toe een invalbeurtje moet hij het nu mee doen. Lijkt ook wel in het echt nu. Zo, maar dan gaan we dan. De battle gaat eigenlijk beginnen. Welk team ga jij pakken? Jij mag eerst kiezen voor mij. Ah, ik denk toch dat ik voor Barca ga. Jij gaat voor Barca. Is ja. Goed. Nou, dan kan ik ook mijn favoriete team spelen. Ja? Ik doe met zoveel respect speel tegen. Ik ga echt, dan ga ik met Bayern spelen ook. Of ja, wat wil je van mij als je van mij wint? Als ik van jou win? Ja? Als ik van jou win, wil ik dat jij in mijn huis een shake drinkt. Met alle ingrediënten die ik klaarmaak. Alles wat in de keuken is. En die moet jij opdrinken. Ja? Ten tweede vind ik dat jij op social media een foto met mij zet. Want deze man heeft mij verslagen. Overal op social media. Twitter, Instagram. Je moet het zelfs op je WhatsApp foto zetten, op je profielfoto. Eerlijk genoeg. Ja? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Wat zijn jouw wensen? Andersom ook, hè dan. Dat shake je. Of dat, je WhatsApp foto? Ga je WhatsApp foto met mij doen? Ga ik doen. Deze man heeft me verslagen? Nee, ik ga het niet doen, want ik win. Maar ik sta het wel open om het te doen. Kijk. Oké. Is goed. Nee, maar we hebben een deal. En als jij van mij wint, krijg je een mooie Heracles vest. Kijk. Ja? Kijk jongens. Die kunnen jullie winnen. Dus ik speel voor jullie, hè. Maar misschien zijn ze voor jou, ik weet het niet. Hey, wat gebeurt daar? Zeg het maar. Robin, hey, gaat wat gebeurt hier jongens? Daar gaat hij al. Geen shake voor mij vandaag. Werkelijk wel. Deze kan ik heel goed gebruiken. Deze kan ik heel goed gebruiken. Toch weer Arjen, hè? Uitstekend. Kom maar jongens, even rust. Even temporiseren. Smart Stegenman het woord ook wel eens? Ja, absoluut. Alaba. Kijk, let op Ribéry, hè? Hij is sneller dan Rakitic, daar gaat hij. Wat gaat hij doen? Hij is de reden dat Costa op de bank zit. Hij wil de 16. Ribéry. Hey, Ribéry. 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 Oh. Ribéry wie? Ja, Ribéry. Kijk. Wie? Neymar. Hey, hallo met de verdediger hier, hè? Fidel, jongen. Gaan we. Ligt ruimte daar weer bij Ribéry. Let op, 1 tegen 1. Niks ervan. Je gaat nergens heen. Ja, ook niet. Messi. Oh, toch wel. Toch wel, ja. Messi. Nee. Sorry, hè. Wat zei je? Nee, ik denk niet mijn excuus aan. Ben je in de 16? Messi, doe maar. Dit is jouw moment, Messi. Met links. Messi! Reboundje! Ah, oh. Kom op, man! Mamma mia! Oké. Maar dan? Ja, maar dan? 5 man om zich heen. Nou, maakt niet uit. Nou, moet wel. Och, jongen. Kijk eens. Jongen. En dan? Ah, laag, man. Ik druk toch 3 keer. Ja. Van de spanning druk je er maar 2 misschien.
ik hou niet van dit soort goals. Maar als het moet. Nee. Ah, zo. Even zeker familie zitten daar. Boy, denk eens mee, hè? Let je op. Ah. Of toch kort. Terugleggen. Oké, oké. Hij maakt niet uit. Aanval gaat door. Ongelooflijk. Nee, maar ik wist niet dat hij kon verdedigen, man. Ik moet zeggen. Wat moet je zeggen? Is dat aardig spelen, Koen? Ja, maar verdedigend, goed. Hè? Verdedigend is het. Maar is het bij jou ook niet mis, hoor, verdedigen? Niet mis, hè? Nee, is niet mis, jongen. Ik zeg altijd aan iemand verdedigende kwaliteiten herken je toch. Of die FIFA kan spelen. Ja, absoluut. Aanvallen kunnen, willen we allemaal wel een beetje. Eerste helft. Ja, dit was mijn eerste helftje. Even naar de statistieken. Oeh. Kijk, Bayern heeft niet veel te vertellen. Ah, sneller! Fantastisch gevoetbal, wat staat te spelen eigenlijk, hè? Ja, op je eigen helft, daar een beetje rond de middenlijn. Ah, joh, die guts zo. Kijk. Kijk, dit zijn ze. Nou, die moet hij erin. Oh, uit zijn goal. Nee, nee, stift de durf jij niet. Stift de durf jij niet. Laat me gewoon verleiden. Ja, dat is lokken. Waarom? Het idee was goed, hè, Koen. Dit kan toch niet op dit niveau? Dit kun je niet maken. Dit mag niet. Jij hebt volgens mij heel erg zin in de shaky. Man, man, man. Nou, ik heb zin in Costa. Die, volgens mij trekt hij nu zijn trainingspakje uit. Ja, Ribéry is op. Als die bal uitgaat, dan komt Costa erin. Nog één keertje, Frankie. Tuurlijk, jongen. Tuurlijk. En dan? Akko achterlangs? Nee? Toch deze? Of die? En dan is het weer klaar, hè? Ja, cornertje. Met het gedraaien gaat doen. Kom maar, Costa. Het is helemaal klaar met hem. Die Brahim is niet de minste, hoor. Nee, man. Iniesta staat naast je. Kom maar, kort. Dit moet je, dit soort duels moet je winnen. Oh, fantastisch! Gaat het dan toch nog gebeuren? Geen tackle, geen domme overtreding maken? Tuurlijk! Suarez! Hé? Luis Suarez! De Uruguayaan die doet het! Hé, hey, is dit hè? Hij maakt dit hè? Ja, kom dit op. Doet pijn, dit doet pijn. Oh, oh, oh. Proost! Hey, hartkloppingen, blijven ademen hè? Ballen gewoon hier uitsteken onderuit, toch? Oh, dat is genieten, zeg. Dit is toch... Kijk jij? Nee, 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 niks aan het handje. Ga toch verlengen. Man, man, man. Verlenging. Oeh, man, je wilt even voor die enkels gaan, hè? Hey, wat is dit, man, Mathieu? Oh, ongelooflijk. Kijk. Messi, man! Jongen, jongen, je hebt een winnend op je schoen. Man, man, man. Zo, Neuer zit gewoon helemaal mis. Ja, maar hij redt je wel net, hè? Ja, hij redt me zeker. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Er moet wat gebeuren in de Duitse kleedkamer. Oh, wat zal ik zo meteen smullen als ik zo'n shake mag maken, hè? Abba, gewoon Abba meelopen. Is kapot, Abba is kapot. Gewoon mee, tuurlijk, gewoon meelopen. Uitstekend. Suarez, doe wat je goed. Tuurlijk, nu kunnen we ook voortbeduren. Uitstekend. Messi doet ze mee. Oh, fantastische bal. Ah, jongens, jongens, man. Kom ik goed weg? Hey, kom op, man! De kans, jongen! Hij wil shaken, hij wil shaken. Twee man erop af, tuurlijk. Hey! 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 Nee, ja! Joh, geflatteerd, man! Kom op, hey! Het is maar goed dat die deur op slot zit, dan spring ik zo naar beneden. Oh, oh, oh. Hey, maar ik, moet door het stof, jongen. Het geluk was aan mijn zijde. Ik zeg het heel eerlijk. Ik zeg het heel eerlijk. Hij mag het met zijn watertje doen. Yahoo! Ja, gelukkig. Die shake blijft in de koelkast. Zijn ongeslagen status. Ja, die behoud ik nog eventjes. Het was bloedstollend. Nou, gewoon de voor heeft het me moeilijk gemaakt. Maar Brahim, jongen, Brahim, echt. Het was echt een bloedstollende battle.
Waardeer ik, man. Ik denk ook dat het had goed anders had kunnen lopen. Ik heb hier voor jou woord gehouden. Een Heracles hotelpak. Gruwelijk, jongens. Kijk even. Helemaal compleet. Yippie! Een jasje, een broek en een polootje. Nou, als je dit wil winnen, dan moet je met een heel mooi verhaal komen hier in de comments. En je moet natuurlijk geabonneerd zijn op dit kanaal. Like deze video. Doe er alles aan, want dit is wel een hele mooie prijs, hoor. Onwijs bedankt. De prijs van vorige keer. De schoenen van Rubio Rubin. Meneer Howard, ze komen jouw kant op. En mag ik jou bedanken voor de uitstekende pot, voor de gastvrijheid. Geen dank, man. Ik wil jou gelijk uitnodigen, ook dat de kijkers dat ook weten. Binnenkort 2016, hè, mijn nieuwe woning. Een revanche. Hou ik je aan. Yes? Je aan. Dat wordt weer een hele spannende pot, dat kan niet anders. Absoluut. Succes. Top. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zie je de volgende keer weer bij Koning FIFA.